Hallo allemaal. Ik heb 1 miljoen gewonnen. Haha, 1 april. Nee, maar ik heb wel een saai kunnen kopen. Ik heb die twee dagtaken van de ploegen en van het insight, want ik had die eerst gehuurd. Nou, die had ik eigenlijk op. Had ik eigenlijk genoeg geld om dat ding te kopen en ik heb nog wat over ook. Dat is wel aardig. En ik moest mijn tractor laten repareren. Veel op de kant gegaan. Dus we kunnen nu eindelijk inzalen. Ja. Maar dan breng ik eerst even mijn met trekken terug, zoals ik ook bedenken. Was ik daar al voorbij gereden? Nee, ik dacht het niet. Dat mag ik ook nog doen. Is het 24 uur, 7 uur? Nee, het is weer lekker donker. Nou, als ik denk, is het zo met casino. Nee, dat is geen tanken. Ik doe dat wel bij daglicht. Maar het is nou leerrente. Kijk, vind ik me nou de hele tijd al in de dingen. Ik heb helemaal niks gemeend. Ja, daarvoor. Dat is te saai, man. Ik ben teruggepakt. Ik heb deze nieuwe geboekt. Oh, shit. Hier is tanken. Bijtanken. €131. Dat is weer duur. Niet dat ik weet wat normaal tanken kost. Dat is geen begrijp. Ik weet echt niet wat tanken kost. Ik heb gedaan, maar ik heb geen uitleg. Ik dacht met de fiets. Daar denk ik, ik ga die vandaag niet filmen dat ik niks kan doen, want dat slaat nergens. En dat in de twee klussen die dames zelf ook al heel veel tijd in beslag. In game was het al bijna anderhalve dag. Nou, als ik blijf dat het een hulpje laten proeven, dan denk ik, dan ga ik wel iets aan. Dus dat ik het meteen heb gekeken of die kar ook schade had. Die had geen schade. Hartstikke mooi. Ja, wegwerkzaamheden. Die er altijd zijn. En ik zie de brug al. Maar boven gaan jolen. En het kilometerstand loopt ook uit als je naar boven rijdt. Dat vind ik ook begrijpelijk. Ja, 49. Jongens, even het overzichtelijk. En dat hulpje heeft er ook borden uitgereden. Ik zag het gebeuren. Even kijken hoor, waar zitten we jou zo maar? 18.000 over, hebben we dan genoeg voor een schuur? Ah,
Laten we eens even gaan slapen. Dan, hij heeft een zware dag achter de rug. Oef. Oink. 2 april. Hey. Ik heb ondertussen mijn hoge drugsterreinig ook al een paar keer gebruikt. Voor de ploeg en de trekker. Ik moet u hebben, meneer. En dan mag je dat ding even ergens anders neerzetten als je wil. Nou, ik was zo aan het spelen. Ik ga helemaal op de opnameknop te drukken dat ik er niet kan kopen. Is de paal inmiddels al weer bij hoor? Ligt er nog? Of niet? Hé, hey, hij is weg. Ze hebben hem meegeneemd. Gespeeld al. Nou, dan kunnen we wel fustbeurs op. Tadaa! Oh, nou! Zo. Ik ga nou toch niks voor zitten. Pas. Laten dat bord eigenlijk in de weg is. Ik kon hem zelfs niet eens meer oppakken. Dat was de eerste keer wel, want ik gooide hem expres daarheen. En ik dacht van, hé, misschien moet het daar te steken gaan. Maar nou joh, hij is daar aan weg. Zo. Gaan we hier even afbrengen. Nada. Oh, nee, niet eens. Ja, 200 stuur. Oh, nee, eentje uit het raam. Ja, zo mooi dan. Dat is achteruit gereisd. Was het van de 3 uur? 11:11. Zo niet. 1, 2. Nou, ik zit hem alleen niet uit, want als ik mijn chest moet inborgen, heb ik gezien. Ben ik nog onderweg. Elk geweld goed. En gaan we hier de volgende gaan we linksaf. Nou, met deze route twijfel ik had er nog wel even. Ik wist niet eens dat het mogelijk was, maar het is dat ik mijn hulpje zag dat hij zo rijdt. Toen ik dan een wagen terug liet rijden en niet die andere. Maar iets later had ik nog mijn spullen het kopen, maar het is het begin van het spel. Van deze OP. Ja, hier denken we altijd. Vanaf nu.
deze schade? Nee. Nou, we kunnen wel even een beetje later. Nou, zijn machine is nog goed. Deze heeft niet zoveel gereden. Die trekken wel goede tassen. Nou, wat kan er aan de hand is. Oh, wat overlast. Ja, eerst hagel, dan regen. Het heeft net geregend, zo de mythes. Mijn kat kwam rennend van de dakterras naar binnen. Hij was zeik en zeik. Ik heb mijn handdoek gepakt en hem even afgedroogd. Want ik denk, wat tegenkrijgt, die komt nog steeds. Goh, wat regelde het zich. Jeetje, Mino. Dacht eerst als het in een spel was. Even kijken hoor, naar beneden. Wij moeten... die kat heeft hier niks, dan kan je niet bewegen. Ja, ik heb het balanscontract afgegeven. Wij moeten hier naartoe. Maar dan zie ik toch de goede weg. Oké. Wacht even. Zo, dank. Wat zit ik ver met mijn oren erin? Zo, ja. Vijftien kilometer. Nou, dan ga ik, als ik nou aangehouden word, dan gaat het toch 6 kilometer vandaag. Dus ik was nog op het dus, dat maakt niet uit. Ik zag daar nou een schuur. Oh, zit er een auto achter me? Ja. Nou, dat lot, weet ik in de koper dat ik op mijn schuur vet. Nou, dat ik mijn hele stukje lot vet. Dat is 3 stukken in 1. Daar is aan. Dus. Hij is zo de mythe daar al vol. Lapo. Allemaal lekker in. Ik heb 2 banen hier. Dus eigenlijk. Nou, gewoon eerst even denken. Ja, want als je het achter me. Kijk, zit hij steeds. Oh nee, deze hoeft niet te tanken, maar deze moet gerepareerd worden. Nou, ook niet erg nodig, man. Ik doe het liever zo, want dan kost het niet zoveel. Want bij die trekker heb ik zo lang zitten wachten, dat het me 4.300 zoveel euro gekost. Maar dat ik al dat ik het geld van zijn werk heb. Goeie dutje. Dat ik het niet eens kunnen betalen. Dat is wel het nadeel. Die twee, drie jobs zelfs, die betaalden goed. De een was 2600. Die andere was 10. Die andere was 12. Dan heb ik altijd zaad wat ik nog had, dat ik in opslagtank had zitten. En ik kan het verkocht. Sojabonen. Hallo meneer, voorrang. Waarom gaat mijn ruiten wisselen? Oh, het regent. Ik denk, hoe kan die aangaan? Ik weet dat dit de uitgang is, maar ik vind het altijd een heerlijke route om zo te maken. En het komt niet. Nou, ik neem maar dat jij aan de voorkant gaat. Ja, dat ziet eruit als de zijkant. Laten we eerst even kijken. Dat is het aannemen.
Is dat hem? Komt het dan hem? Het is nogal zwaar. Katoen, eigendom van onbekend. Massa is onbekend. Oh, object is zwaar. Oké. Wat is dat nou weer? Ik snap er echt helemaal niks. Repareren. Kijk even, 3000 nieuwe lakken. Moet kijken. Dat is het. Repareren. Oké. Oh, het is alweer donker. Godsamme, man. Wat heb ik die tijd op 15 stallen? Ik ga het zo meteen wel even terugzetten, want het is niet normaal. Die twee dingen, het is alweer de avond. Ik heb een lange vlucht in de kant zetten. Dat zie ik niet meer. Oh, ik kom erachter liggen. Gaan we nou niet vertellen dat hij dat ding niet kan hebben, hè? Nou, oh, wordt hij misschien achteraan aangesloten. Lijkt me wel. Natuurlijk, maar achter, maar ze rijden over die zaadjes. Tijd terugzetten. Dit is een belachelijk verstand te komen. Die nacht die gaat me niet voorbij. Ah, fuck. Nee. Nee hoor, ik ben er. Dat nou niet aan, hè? Maar toen is het achter de trekker. Jongen. Ik krijg nooit die 33 meer terug. Hey joh. Ik ga mijn trucje niet verkopen, wie ging. Godverdomme man, daar word je toch schijtziek van? Wielgewichten op de tractor worden aangedragen. Die gaat op de tractor, oké. Maar deze zegt niet wat je nodig hebt. Nee, rot op.
Nee, dan wil ik toch die dure kopen. Hopelijk. Nee, ik wil combinatie hebben. Ja, die heb ik, dat is geen probleem. Hoe zwaar weegt het ding? €1600. 2,2 ton. Goeiedag. Ja, dan moeten we deze kopen. Oh ja, ik kon ook weer een tomaten verkopen. Laat ik deze weer terug. Weet je wat? Die stuurt tegen. Die tomaat ik wel even terugrijden. Kijk, daar, dat vind ik wat, dat bedoel ik, dat vind ik handig van die chauffeurtjes. Actieve hulp, klus maken. En ga jij maar even. Nou, hier. Zo, veel plezier. Nee, niks nodig. Het licht aan. Ah, we zijn daar weer geblokkeerd. Waar? Helemaal niet. Ach, laat die licht er toch aan. Oh ja, dat ga ik eerst even doen. Hij is gewoon 60 maal, hallo. Ik had 15 maal ingevuld. Ach nee, ik zit op de trekker. Maar... Oh. Ja, je hebt wel een doodwens. Dat zal je het zien. Dan kan ik hem niet meenemen. Nee, dan koop ik een zwaar gewicht. Ach god, wordt dit nou een nieuwe route om naar de winkel te gaan? Oh, en het is nacht. Shit. Ik ben nachtblind, dus ik zie het s'nachts niet. Moet je mij niet op weg sturen, want... Oh, dat bedoel ik. Ik zie gewoon geen route. Dan beter eerst kunnen gaan slapen. Nou ja, mogen we een C'tje vinden, dank. Zo, dan wordt het toch even een stuk lichter. Zeg als je geen gein hoor, ik ben echt een nachtblind. Dat hebben ze in Duitsland ontdekt, dat ik daar werk. Werd iedereen getest op hun ogen of hun ogen goed waren. En dan moest je in je hoofd in een donkere kast en dan ging er, moest je zeggen welk nummertje erop ligt. Maar ik kon het niet zien. Dus die vrouw is zoiets van. Ah, oh, wacht even, deze klak. En toen kon ik het wel zien. Toen zei ze: je bent nachtblind. Maar ik mocht wel mijn werk voortzetten. Toen heb ik het, waar ik nu werk, een keer gehad. Ik moest om 5 uur beginnen. Ik stap om 4 uur op de fiets. Ik fietste er naartoe, met moeite. Tomtommetje met Google Maps erbij. Ja, kom daar. Mijn collega zegt, wil je even een heftruck halen die je wat zien? Ik heb gezegd dat ik het niet zou doen. Ik zie het er nou even 3 achter elkaar leggen. Dat zijn die dingen die je kan collecten. Ik pak ze niet op hoor. Oké.
Als ik nou op R zou drukken, dan pak ik een bel. Maar dan moet je er 10 van die, 10 van die, 10 van die, 10 van die. Rijdt wel goed, hè? Ja, dank. Waar ben ik? Ja, ik ga je uitzien toch. Oh, meneer, wil u verstraler uitzetten? Goeie genade, zeg. Als het goed is, branden we zwaarlicht. Mijn hulp hier al weg, thuis of... Ja, ben je niet blij, hè? Eindelijk! Ik ga gewoon inhalen toch hier al, mijn idioot. Hier is het. Nee, hij is nog onderweg, oké. Oh, alsjeblieft, laat hem maar mee kunnen nemen. Is hier mijn licht uit? Waarom is het toch altijd als je uitstapt? Nou, ja, omdat het nooit wat automatisch nodig wordt. Komt deze aan de voorkant of de achterkant? Achterkant natuurlijk. Even kijken, dat is. Oh, gaat het lukken? Ja! Oeh! Ik moet even iets kopen. En waar zijn mijn gewichten? Hier. Welke was het nou? Is dit 750 kilo? Ah, prijs volgens mij. Oh shit, ik heb beter wel eens kunnen huren. Dus ik ga die volgende keer met kunnen hebben. Maar goed, waar sta ik? Daar. Ben je uit? Nou, tijd voor een grote raak. Trekker. Zo ja, kijk. Wat is het? Vijf over, dan gaan we naar huis en gaan we slapen. Het is een vrij metaal. Het is zo doelig. Zo. Het is even wat lichter, want nu zie ik het tenminste. Beter. Blij dat het eindelijk goed uitgepakt heb, zeg hij. Holy moly. Oh shoot, hoe lang ben ik nou aan het filmen? Ik ben de hele tijd aan het spelen geweest zonder camera, dus ik vergeet het helemaal. Nou, ik denk een kwartiertje. Want dat hebben we gedaan. Eén keer heen gereden, één keer terug gereden. Ja, ik niet. Alexa, set alarm voor 15 minutes. 15 minutes, starting now. Thank you.
Nee, moet ik er niet. We gaan er hier niet. Oh, wat is het slecht te zien. Fucking man. Daarom ben ik blij dat ik geen auto rijd. Oh, de... Tadaa, gevonden! Dat was dus geen andere keten. Daar ligt mijn zak. Oh, ik geloof niet eens dat ik dat gefilmd heb dat ik hem verloren moet vorigen. Ofwel, dat weet ik niet, maar het was met Della in ieder geval, dat ik net alles gekocht heb. Ah, ik lag niet te slapen dus. Ik had het filmpje nog een keer teruggekeken. En toen zag ik hem ook nog. Het was ik alweer vergeten. Nou, ik rij met. Het is dat ik het licht aan heb waarschijnlijk, want ik denk alleen dat heet dat die stek. Ja, ik ga nou niet meer saaien. Dat. Dat is iets voor in de ochtend. Ah, oh, die cyclus ook. Eigenlijk ook voor die lange velden, man. Ah, oh, dat ging sneller dan ploegen, dat wel. Dat ging sneller dan ploegen. Maar weer, hè, ik was mijn hulp die was aan het ploegen. Toen kwam, ik denk, een driekwart van het veld. En toen kreeg ik in een opdracht klaar. En dan accepteer je hem en is het hele veld is dan gedaan. En zo doe ik dat ook met, ik moest tarwen, oogsten. Heb ik gedaan. Telkens gekeken of ik klaar was. Nou, zit ik op 98%, dan moest ik haar iets minder dan de helft van het veld. Nou, dan zat ik bijna met een volle bak met de tarwe wat ik over heb. Dit is mijn huis. Ik parkeer hem hier. Zo. Stappen we uit. Dan rennen we naar huis en dan zeggen we welterusten. Hallo. Waarom kan je niet slapen? Ik doe enter. Zo. Hé, goeiemorgen. Oh, net even gedoucht en mijn tanden gepoetst. Oh, ik kan weer beginnen. Zo. We gaan saaien. Of zullen we eerst de tomaten gaan verkopen? Nou nee, want het saaie gebeuren zit er al op, hè. Ja, nee, laten we meest gaan saaien. Hoeveel tomaten staan er ondertussen? Welke skietjes? Pellets. En je hoeft niet bang te zijn dat je ruimte tekort komt, want als het hier vol staat, dan als je er één weghaalt, komt er weer eentje voor terug. Ik had even naar een clipje gekeken over hoe het werkte met die kerst, want ik de hele tijd zag ik geen pallet staan. En na 3 dagen nog steeds niet. Ik denk, ik doe wat verkeerd. Ik doe wat verkeerd? Ik moet gewoon wachten. Want je ziet wel dat de tomaten groeien en ineens zijn ze weg. En ik had zoiets van, waar zijn die pallets dan? Ja... Het kost heel wat van die rode dingen om een pallet te vullen. Het is geloof ik 1000 kilo per pallet. We gaan dit veld. We gaan saaien. Hoe kan ik zaad kiezen? Kans
het examen. Ach, ik moet zaad hebben. Oh. Nee. Hé, hey, wat is... Ach, ik zal open. Oh, bij deze in. Oké. Okay. Hè? Oh. Hé, hey, ik heb hier toch een zak staan? Zal ik die andere op gaan halen? Nee, dat kan een andere keer. Ik heb hier, ik moet hier een zak hebben staan. Ik heb twee zakken gekocht destijds. Twee verschillende. Oh, wacht even, ja. Wat was dit? Waar is die zak gebleven? Oh, daar. Is dit kalk of is dit voer? Ja, dat is goed. Nou, even checken voor de zekerheid. Even checken. Dat is zaden. Oké. Okay. Dan gaan we even achteruit rijden. Tegen maar. Dan zeggen we. We gaan waarschijnlijk nu een halve zakje ding. Nou, wat zeg ik hier? 62%. Oké, okay, ik ga even cheaten. Ik moet wel voor die zak betalen hoor, dus. Maar dan laat ik hem hier bezorgen. Dan hoef ik weer niet naartoe te rijden, want het kost te veel tijd. Veel voor high school, nee. Of wel? Is het deze? Oké. Okay. Hey. Hallo. Komt er? Oh, ik zit op de heftruck. Op de heftruck. Ik haat toch eens op met heftruck. Trekker. Dat denk ik. Spam object, yes. Oh, nee. Object. Bouwhooi, bouwkruid, bouwkruid, kruidje, straal, gras, pellet. Oh, pellet. Jezus, niet naar je. Oh, zaden. Het is een uitgebreide chipprogramma, hé. Holy moly. Boom, daar is hij. Maar het geld gaat er wel vanaf, hoor. Kijk, 1657. Maar anders moet ik er steeds heen rijden. Daar word je helemaal gek van. Ik zal er nog eentje kopen, dan kunnen jullie zien dat ik er inderdaad voor moet betalen. Oh, nee, andere kant op. Nee, ik bel het niet meer. Ik had 16 zoveel, dat toch? Hé? Hij haalt ze niet. Oh, dit is, nee, dit is van een mod. Deze bellen zijn van een mod, die kosten niks. Nou, wat betaal je normaal voor de zaad? Dan haal ik het van mijn rekening. Big pellets. 1920. Oh, daar kan ik niet eens voorlopen. Daar hebben we 1500. Zaden, 900. Hier. Dan haal ik er vast 900 vanaf. Als ik dan meer geld heb, dan had ik die overige 900 eraf.
zo. Ik weet niet, maar we gaan er wel voor dit geld er nou niet vanaf, want dat deed ik gisteren wel. Of dat vertel ik ze vandaag. Nou, waarschijnlijk omdat het een andere zaak is. Nou ja, maar kijk, ik denk niet dat ik alles nodig heb voor die films. Zo, pak ik net iets wel. Nou, ik ben wel blij dat het verkeersbord weg is. Even kijken, is dat alles? Alleen Maaidorps moet schakelen? Geen Maaien bevestigd. Nee, maar geen. Hoe kan ik naar de ding? Nee, je gaat er nou in. Ach nee, je zit op de trekker. Wat doe ik nou? Ah, ik ben zo gewend dat die ding alles moet doen. Oh, sorry. Het waren maar voor ik. Nou, voor het eerst dat ik iets ga zaaien op mijn terrein. Oh nee, wacht, ik moet even kijken of ik goed zit. B. Dit fruit kan niet worden geplant in april. Neem me nou niet in de zaakje. Oh, wacht even. Oh, hoe deed dat ook alweer dat je moet kiezen? Ik weet het niet meer. Krijg je dat niet te zien als je dat al oppakt? Ik vind het zo belachelijk. Ik weet niet eens wat ik aan het planten, wat ik ga planten. Tuinen. Oh. Bedankt voor het kijken en ik zie je in de volgende video. Doei doei!